Een feest voor het gehele personeel in coronatijd. Dat is niet altijd een goede combinatie. Dit bedrijf heeft daar iets anders op gevonden. Ik mag het volgens mij nog niet helemaal vertellen, maar ze gaan een antiviruspakket uitdelen. En ik mag erbij zijn. En het hele personeel weet van niets. Het is een verrassing. Ze weten alleen dat ze hier om 4:30 moeten zijn. Dat is het bijna. Ik ben natuurlijk razend benieuwd. Wat zit er nou in een antiviruspakket? We gaan het personeel nu verrassen hier in hun nieuwe bedrijfspand. En ik ben wel heel benieuwd. Nou, welkom allemaal in ons nieuwe pand. Eigenlijk zouden we vandaag een bedrijfsuitje hebben. En dat is ook de reden waarom we hier staan. Allemaal netjes op veilige afstand van 1,5 meter. Het bedrijfsuitje kan gewoon niet doorgaan. Iedereen weet wat er aan de hand is in de wereld. Zware coronacrisis. En dat heeft ook zijn effect op ons bedrijfsuitje, wat we eigenlijk heel graag hadden willen doen. We willen iets anders verzinnen om jullie te bedanken voor jullie inzet, jullie flexibiliteit tijdens deze crisis. Dus wij hebben hier voor jullie staan het Lannet antiviruspakket. De inhoud ga ik jullie nog niet verraden, daar mogen jullie daar zelf allemaal even inkijken. Maar het pakket is zo samengesteld dat wij hopen dat iedereen daarvan kan genieten. Want als wij jullie niet naar een feest kunnen brengen, dan gaan wij ervoor zorgen dat jullie thuis allemaal een feestje kunnen maken. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om één voor één op afstand van 1,5 meter een pakket te komen pakken. Geniet van de inhoud van het pakket, veel plezier ermee en we zien jullie allemaal weer. Tot snel. Wat erin zat. Ik denk aan het feest. We hebben vanavond al met feest mooi aan de gang. Ja, dat denk ik. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. Ik heb net even zitten kijken wat er in dat antiviruspakket zit. Ik wil er zelf eigenlijk ook wel eentje hebben. Als je geen feestje mag organiseren, dan komt het feestje naar de mensen thuis. Ook bij mij. Dus namens Lannet zeg ik fijn weekend.